Je kent vast wel dat heerlijke gevoel dat je thuis komt na een dagje shoppen met tassen vol kleding. Maar wat je vaak niet weet is wat er allemaal aan vooraf gaat voordat die kleding in de winkel komt te hangen en dus uiteindelijk in jouw kledingkast. Nou, ik ga daar wel achter komen, want ik ben bij het hoofdkantoor van Expresso Fashion. Nou, welkom Iris. Ja, dankjewel. Hier worden de collecties ontwikkeld. Dit is echt waar het stylistenteam een nieuwe collectie aan het brein laat ontspruiten. En waar we vooral nadenken over de merkidentiteit. Het merk wil een bepaalde uitstraling hebben. En heeft ook het idee dat ze voor een bepaalde doelgroep werken. Dus dit is eigenlijk de bron van het merk, zeg maar. Helemaal. En wat de stylisten doen, is het combineren van alles waardoor ze geïnspireerd worden. En wat is dan de volgende stap? Nou, wat hier dus als eindproduct van het team naar buiten komt, is eigenlijk een schets. Maar dan gaat het naar de afdeling Coupe. En daar wordt op de computer een geautomatiseerd patroon gemaakt van elk mode-item. Dus elk item krijgt zijn eigen maatvoering. En hoe worden die maten dan bepaald? Want dat lijkt me best wel lastig. Ja, nou, eerst bepaal je als merk wat je maatrange is. Dus wat bedacht wordt is, nou, we doen het bijvoorbeeld vanaf maat 34 tot en met maat 46. Ja. Nou, dan wordt per maat wordt gekeken naar de maatranges. Dus wat moet dan de buste, wat moet de taille, wat moet de heupwijdte zijn. Elk item wat gestikt is, dat wordt echt doorgepast op een model in een paar maten. En daar wordt echt exact gekeken of het past, of de stof valt zoals gewenst en of het draagcomfort ook is zoals gewenst. Nou, de eerste controles zijn dan dus geweest en dan komt productie aan de orde. Dus ja. Wat zij doen is het inplannen van het produceren van elk mode-item. En hoe zit het nou met de productie van kleding? Want ja, je hoort tegenwoordig best wel wat negatieve verhalen in het nieuws, toch? Ja. Nou ja, wat je inderdaad vaak hoort, hè, de producties worden onder druk gemaakt. Dus ja. Werkomstandigheden staan ook onder druk. Als merk heb je een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die werkomstandigheden in die na-LTA's gewoon goed zijn. Nou, dat is goed om te weten. Nou, vervolgens komt ook een item vanuit die productie komt weer terug naar het hoofdkantoor. En dan moet die ook weer aan allerlei tests onderworpen worden. Dan gaan we weer kijken of het aan de kwaliteit die we wensen voldoet. En dan is het uiteindelijk klaar om verkocht te worden? Ja, eigenlijk wel. En dan hebben we twee sporen. Enerzijds de afdeling sales die het in de showroom gaat verkopen aan winkeliers. En daarnaast is de afdeling marketing dan aan zet. Want die moet zorgen dat de collectie ook gepresenteerd wordt in allerlei winkels. En dat er professionele acties bedacht worden voor klanten.